agent heeft daar die struiken ingerend. Kijkt u nou eens wat hij gedaan heeft, mijn auto! We snijden hem af. Wat zit er achter die huizen daar? Netelweg. Heeft je ook iets om dit mee weg te spoelen, Van Putten? Sorry, ik dacht toch echt dat ik eerder aan de beurt was. We zijn zo klaar. Mevrouw Vonk was inderdaad voor u, mevrouw Flodder. En dan komt mevrouw Neutenboom. Weinig wat verdienen of hoe zit het? Wat voor wijn heb je? Niet helpen, Van Putten. Ga we stoken, Pinocchio. Zeg, ik hoef dit niet te nemen. Vooral niet doen, meid. Nou, wat voor wijn heb je? En ik wil geen kopwijn de volgende dag. We komen dadelijk wel terug, Van Putten. Als zij weg is. Ik hou je niet tegen. Dames, wacht nou even. Laat ze toch. Zoek jij dan maar eerst een leuk wijntje voor me op. Oké, allemaal stil, dan vallen er geen doden. Wordt die van jou? Jij, rij je met die kar. Wat? Waar is ze hiermee eruit rijden? Maal dicht! Kom op, rij je. Daar komt er wat van. Rij je. Planken. En geen geintjes. Is hij nou gebleven? Misschien is hij weer teruggegaan. Mooi, we zijn er voorbij. Hilda Van Putten, wacht eens even. Hé, hey, Van Putten. Je klandizie. Hé, hey, shit. Gas geven, kom. Hallo, hallo HB. Komt u uit voor de 445? Hallo HB. Ja, dat is maar 445. We zitten hier met een gijzeling op het Smaragdplein. Stuur onmiddellijk versterking en een onderhandelaar. Wat zie je nou weer in de hand? Misschien een ongeluk, Johnny. Nou, laat eens gaan kijken. Hey, dat is goed dat ze die gastjes klem rijden. Die denkt altijd al dat de hele straat van hem is. Nee, daar ben eens een gijzeling bezig. Een rare manier van klantenbinding. Daar is hij! Kijk! Maar ik wil dat iedereen weggaat! Anders ga ik schieten! Begrepen? Zeg, doe jij wel een beetje voorzichtig met dat ding? Kop houden! Oh, blijven van achter de hekken. Maar dat is ma! Er is een gijzeling gaande hier, jochie. Mensen moeten hun werk doen opzij. Mogen we er even langs? Sjaki? Hey, Sjaki! Oh. Wat doet Sjaki hier? Hallo? Dit is Sjaak van Kooten, politie Zonnendaal. U bent volledig omsingeld. U kunt geen kant meer uit. Sjaak, je gaat de gijzelingen aanpakken. Maar is er geweest. Kom, we bellen Kareltje. Maar waar is Bert Kluizinga? We hadden toch om een onderhandelaar gevraagd? Ik weet het, maar de heer Kluizinga is op dit moment verhinderd. Hoezo verhinderd? Dit is een gijzeling. Hij is onze vaste onderhandelaar. De heer Kluizinga werd toevallig vanmiddag weggeroepen voor een andere gijzeling in de stad. Maar ik heb vorige maand de cursus conflictbeheersing met succes doorlopen.
Het is mijn taak om de gijzelnemer aan de praat te houden totdat Bert weer beschikbaar is. Een mooie boel, vooral met die lekkere vent er binnen. Hoezo? Hij heeft vanochtend eerst een bank overvallen. En toen het alarm afging, toen schoot hij 3 omstanders neer. Toen japte hij een auto en wij hebben hem helemaal tot hier gevolgd. En toen dwars door de tuin gelopen. En toen zag ik deze kar staan, dus ik erop af. Maar als die scheidlijster daar niet zo in paniek was geraakt... Ik kan er echt niks aan doen. Het gaat tegen mijn natuur en om klanten voorbij te rijden. Zeg, Van Putten, wat is dit eigenlijk? Dat zijn hele dure zuidvruchten. Ik heb wel wat goedkopers in de aanbieding. Laat maar. Ik neem deze wel. Ik heb honger. Wat gaat u met ons doen? U gaat ons toch niet doodschieten? Jullie gaan er allemaal aan als zij niet doen wat ik zeg. Net zo makkelijk. Nou, dan hoeven wij ons niet meer zorgen te maken. Hoezo? Nou, simpel. Die gast daar buiten lul je zo om. Wat? Die onderhandelaar? Onderhandelaar? Daar gaat ie. Hé, hey, Sjaki, is dit jouw idee? De politie kwam ons oppakken. We hebben die tuinkabouters niet gejat. Echt niet. Ik moet u allen helaas meedelen dat uw echtgenotes en jullie moeder bij een gijzeling zijn betrokken. Wat, ma? Tilly, gegijzeld. Oei, oei. Maar maakt u zich vooral geen zorgen. Alles is onder controle. Op dit moment zijn we al aan het onderhandelen met de gijzelnemer. Nou, vergeet het maar, Sjaak, met ma valt niet te onderhandelen. Nee, Kees, je begrijpt me verkeerd. Ze wordt gegijzeld. Ze is gijzelaar van een ontsnapte bankovervaller. Dat is wel wat smerige spul. Kan ik u niet beter vertellen hoe het smaakt? Dan hoeft u niet alles open te maken. Dus het kan te maken hebben met een onverwerkt trauma. En misschien is er iets voorgevallen in je jeugd. Kon je altijd bij je ouders terecht? Waar bemoei jij je mee? Lisbeth is psychiater, hoor. Je kunt haar vertrouwen. Mijn ouders waren allebei psychiater. Ik heb de helft van mijn jeugd op de bank gelegen. Ik haat psychiaters! Hallo, dit is Sjaak van Kooten. Bent u bereid tot onderhandelen over de vrijlating van de gijzelaars? Vervoer, geen chauffeur, zelf rijden, geld, dollars en een vliegtuig naar het buitenland. Ha, de wijn. Hé, hey, jij, wat zei je nou te zwammen? Nou, ze vragen toch wat je wil hebben? Hou je hoofd erbij. Dit is juist het gedeelte dat ze je altijd neppen. Maar wie leidt hier nou eigenlijk de gijzeling? Ja, ik vind ook dat u uw grote mond moet houden. U gaat die misdadiger toch niet helpen? Waarom niet? Als hij weg is, kunnen wij weg. Heb jij een keukentrekker? Hé, hey, en waarom geen chauffeur? Dat is altijd een agent in burger. En als je een vliegtuig regelt, zorg dan dat je naar een land vliegt waar je mag landen. En dat ze je niet meteen ook terugsturen. Dat is een fles van 250 gulden. Nou, als ik er maar geen koppijn van krijg. Wordt dit eigenlijk gedekt door de verzekering? Nee, dit valt onder natuurrampen en plunderingen. Hé, hey, Van Kooten, luister. Hier zijn mijn eisen. Libië, zei hij? Ja, dat is wel slim. Daar hebben wij geen uitleveringsverdrag mee. En een auto zonder chauffeur, dat vroeg ik? Ja, het is wel een pientere jongen. Die heeft dat vaker gedaan, dat merk je zo. Hier, laat ze dit alvast maar voorbereiden. Zeg, is er al iets bekend over die andere gijzeling? Nee. Dat is het betere werk. We zullen die gijzelingen eens even oplossen op onze eigen manier. Ik heb deze kunnen overnemen van een ME'er, van een ontruiming. Ik heb alleen maar 1 granaat, dus wel goed richten. Ga je een bom afschieten, Johnny? Is het niet gevaarlijk? Nee, het is een gasgranaat. Leg je in 1 keer iedereen mee in slaap. En dan haal je op je gemak de boeven eruit. Oké, maar wat vooral heel belangrijk is, is dat je hem niet... achterstevoren hebt. Doorgekregen dat de andere gijzeling is beëindigd. Echt waar? Echt waar. Ze zijn onderweg hier naartoe. Kan alleen nog een klein half uurtje duren. Intussen hebben we de identiteit van de gijzelnemer weten te achterhalen. Hm? Dit is een dossier. Hij heet Udo Andriessen. Wat hoor ik nou? Zit Udo daar binnen? Udo Andriessen? Ja, ken je hem? Dat is een ex-vriend van mij.
Wat gaan we doen, Johnny? Dat daar duurt allemaal veel te lang. We moeten Ma zo snel mogelijk uit die wagen halen. Ze moet nog eten voor ons koken. Maar we kunnen niet langs de politie. Alles is afgezet. Precies. Daarom gaan we er ook. Onderdoor. Stiekem, Art. Zie je wel als je lekkere wijn hebt? Waarom zeg je dat niet gewoon? Ganse paté, 3 stuks. Een goede chablis. Zeg maar, dan komt die wagen nou eens eindelijk. Nou, die komt niet meer. Ze houden je gewoon het lijntje. Wat bedoel je? Als het zo lang duurt, dan komen ze dadelijk binnenvallen. Met schieten en zo, net als toen. Met mijn derde man. Wat? Is uw man ook gijzelaar geweest? Nee, natuurlijk niet. Het was geen watje. Hij was net zoals dieraar. Gijzelnemer. Ja. Nou, ik heb lang genoeg gewacht. Ik wil weg nu. Ik schiet gewoon iemand van jullie neer, dan luisteren ze wel. Nee, niet ik. Niet ik. Ik heb kinderen. Kijk maar. Kijk. Neem nog net zo'n vlodder. Ze is toch donker. Schiet haar. Ja, schiet haar. Ze drinkt alles op en mijn verzekering keert dit toch niet uit. Dus... Weghouden. Nee. Niet schieten! Niet schieten! Ik mag niet dood! Ik ben onmisbaar! Zonnedaal is afhankelijk van mij! Voor eten en drinken! Ik haal mijn boodschappen voor terwijl in de stad! Neem hem maar! Neem hem maar! Zeg, is er iemand hier die die pot kan openkrijgen? Hallo? Hallo, Udo! Kun je me horen? Kees? Kees? Ken jij Kees? Dat is mijn dochter. Ik was het vriendje van Kees. Praat met hem. Probeer hem mild te stemmen. Als hij jouw stem herkent, dan zal hij misschien de gijzeling opgeven. Ik moest dat op dit knopje drukken. Ja. Hé, Udo, dit is Kees. Ken je me nog? Hebben we vorig jaar nog wat gehad? Maar jij had weer eens niet genoeg aan mij. Dus toen ben je gaan scharrelen met die andere wijven. En vooral die Cindy kon niet van je afblijven. Ik vraag me wel af waarom. Had die bed speel jij dus helemaal niets klaar. Is dat waar, Udo? En als jij dan zo graag in trouwenkleren wil lopen... Lekker ding ben jij. Voorzichtig. Ah! Daar is het pleintje. Weet je wel zeker dat er een putdek onder die wagen is? We lopen al zo'n tijd. Absoluut. Weet jij zeker dat het kompas van jou werkt? Ja hoor, ik heb hem vanochtend nog uit een pak cornflakes gehaald. Ah, hier is het. Als we boven zijn, dan leid jij die vent af. En dan zorg ik wel voor Ma. Afleiden. Ik ben bang in het donker, Johnny.
ben blij dat jullie er zijn. Ik ben Jacques van Kooten. Hoe is het afgelopen met die andere gijzeling? Slecht. Ze zijn allemaal dood. Dus, die gijzelaars zitten daar binnen. Ja. Ik heb de jongens beloofd het niet te laten maken vannacht. En we hebben er al een gijzeling op zitten vandaag. Ja. Dus? Ik stel voor, bestormen. Nee. Nee, in de gijzelaars dan. Wat? Leven die nog? Ik had begrepen dat hier een plaatselijke kogelregen was. Die gast heeft binnen misschien iedereen al neergelegd. Hey. Ik ben geraakt. Ik ben geraakt! Ach, wel nee, meid. Dat zijn gewoon de rode bieten op sap. Het is ook allemaal uw schuld. U en die ordinaire dochter van u. Wat? Zeg, houden jullie daar je bek daar even dicht. Gooi ze eruit, Udo. Je hebt er nou genoeg van. Ophouden! Zo kan ik niet denken. Niet schieten! Niet schieten! Ik zou ze eruit gooien als ik jou was, Udo. Ik krijg er kroeppijn van. Daaruit! Allemaal! Schiet op! Schiet op! Momentje, verputten. Ik krijg van jou nog een rood wijntje. Pak maar. Pak alles maar. Ik wil morgen geen koppijn. Ik wil een goeie, begrepen? Daar! Daar staat goeie in! Pak het! Pak het! Jacques, waar is ma? Momentje, Kees. Ik kan niet goedkeuren dat jullie zomaar die wagen bestormen. Geen keus van Kooten. Dit heeft lang genoeg geduurd. Hé, wat gaat die doen? Nee, ik verbied het. Ma, wacht eens even. Terug. Terug! Zijn jullie er ook? Dit zal nog een staartje hebben. De risico's die u heeft genomen zijn onacceptabel. Ik kan u beloven dat... Ach man, het is toch allemaal goed afgelopen? Nou dan. Meneer Kluizinga, op welk moment is er eigenlijk besloten dat u de SRV-wagen ging binnenvallen? Dat is besloten in goed overleg met mijn collega hier, de heer Van Kooten. Maar wie heeft eigenlijk de gijzelnemer overmeesterd? Nou, dat... Dat was een van de gijzelaars. Dat was mevrouw Vlodder. Hé, jongens, daar loopt! Mevrouw Vlodder! Wat ging er op deze vreselijke avond door u heen? Heeft er niemand iets te drinken? Bent u gewond geraakt? Wat is er precies gebeurd? Hoe is het in zijn werk? Wat ging er precies aan de En mevrouw Vlodder, weer een beetje hersteld van de schrik. Ach, wat zal ik ervan zeggen, Sjaki? Ik heb me gisteren nog wel een beetje geamuseerd, maar dan kom je thuis. Liggen die twee gewoon te slapen? Heeft er iemand dat ding door de voorruit gegooid? En zij mag voortaan ook wel eens een beetje opletten met wat voor gekken ze omgaat. En heb je nog Johnny en Kees die nog steeds niet zijn thuisgekomen van een avondje stappen? Nee, van je familie moet je het niet hebben. Dat kwam niet van Putten net brengen, ma. De rekening. Heb ik dat allemaal op?
Kun jij daarvoor zorgen, Sjaki? Natuurlijk. Die Bert Kluizinga had ook nooit zomaar de wagen mogen bestormen. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Nou, voor mij wel. Heb je nog iets gehoord van die Udo? De gijzelnemer. Ja, die ligt met een hersenschudding in het ziekenhuis. Zie je wel, zei ik het niet. Van dat spul van Van Putten krijg je alleen maar hoofdpijn. Ja, deze gaat open. Eindelijk. We zijn hier eigenlijk, Johnny.